Op vrijdag 13 december organiseerde Schaik een Glow and Snow Run voor junioren en senioren in het centrum van Schaik. Bij de start van de loop kregen alle deelnemers een breekstaafje, ook wel breeklicht genoemd, om licht te kunnen uitstralen. Maar ondanks alle glow, de snow ontbrak. Carnavalsprins Joep de Nurste mocht het startschot verrichten en nadien de prijzen uitreiken. Vrijdag 13 december, klaar voor de start. Een nieuw evenement in Schaik, Glow and Snow in the Dark. En naast me staat een van de organisatoren, Willem Griffioen. Willem, hoe kom je op dit idee? Ik kom op dit idee, dat heeft eigenlijk Anja Maathuis verzonnen. Ja, dus zo is het eigenlijk gegaan. Ik begon met een Santa run, maar dat werd al ergens gedaan. Dus wij gingen voor onze eigen Glow and Snow run. En dat is het nou geworden, kijk maar eens om je heen, Willy. Ja, het ziet er allemaal heel veelbelovend uit. En het moet nog starten, dus het wordt nog veel leuker. Ja, we hebben eigenlijk nog veel plannen die niet uitgewerkt zijn. Maar ik heb het al vrij warm, er liggen nog van alles in de bus. Maar dat doen we volgend jaar weer erbij. Dus er zijn nog eigenlijk heel veel leuke dingen die we kunnen doen, die we willen doen. Maar het kost wat tijd en wat inzet, maar dat geeft niet. We hebben dag 250 tot 300 deelnemers, dus dat is ook de moeite om er iets van te maken. Ik heb begrepen dat er ook twee categorieën zijn. Klopt, we hebben kindercategorie die mogen 1 of 2 kilometer mogen begeleid worden door de ouders als ze willen. En er is ook voor de volwassenen, 13 plus eigenlijk, is er een 5 kilometer run. En 5 kilometer is voor een echte loper nog niet eens zoveel, maar het moet ook wel leuk en gezellig blijven. Het is een ludieke wedstrijd, het is een recreatieve wedstrijd, dus het gaat puur om de gezelligheid. Probeer nog naar achteren te gaan, er is ruimte genoeg. Ik geef het woord aan Prins Joep. Moussa Kinnekes en Moussakke. Wat geweldig, wat een opkomst hier bij de allereerste editie van Glow and Snow Run, georganiseerd door Schaik en Wereldorp. En dat Schaik en Wereldorp is, dat kun je wel zien. Want om zo'n initiatief zo groot uit te bouwen, zo mooi neer te zetten en hier bij de eerste editie, bij de eerste run, al zoveel jonge en oudere mensen te zien die hier gaan lopen, die mee gaan doen, die hun sportieve beentje voort gaan zetten en die hier een prachtige run neer gaan zetten. Nou, dat is geweldig. Jongens en meisjes en begeleiders die mee gaan runnen, zijn jullie er klaar voor? Ho, 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 dat moet iets harder kunnen. Ze moeten het in het killerrijk ook kunnen horen. Jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Dan ga ik aftellen. 1, 2, 3. Glow and Snow Run 2013 is gestart. En kijk eens wat een troep hier voorbij komt. En wat een sportieve rode kerstmutsjes. En kijk eens, het zijn tientallen jongens en meisjes. Onder begeleiding van niemand minder dan de Hofkapel. Zijn ze weg de eerste bocht door. Wat een snelheid, wat een souplesse. En wat een enthousiasme langs de kant. Yeah.
prijs. Ik wil eerst nog zeggen dat iedereen er schitterend, glowend en prachtig uitziet. Dat iedereen enorm zijn of haar best heeft gedaan. Dat het er prachtig uitziet, dat je op moet letten dat je niet op de stroom komt staan. Dat jullie eigenlijk allemaal winnaars zijn. Maar dat de jury, en daar kan ik niks aan doen, daar heb ik niet aan meegeholpen. Maar de jury heeft die prachtige taak volbracht. En de allereerste, de derde prijs, is gewonnen door Davy van Kei. Kom maar Davy, je hebt het heel graag gedaan. Daarom werd natuurlijk een nummer gezegd. Het zijn mag ik een heel hard applaus voor Bent en Timo Rossen. Heel knap gedaan, jullie zien er prachtig uit. De nummer 1 is, en dat is een hele mooie winnaar. Dat is namelijk Bo Albers. Glitterend en schitterend uit. Spring maar even op het podium. Van al die winnaars. Even springen. Even warm springen. En natuurlijk ook. Ik ga het ook goed doen. Bo, deze is voor jou. En dan mogen jullie hem allemaal overhouden. Hou hem ook voor jou. Baby, 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 en ik zie al een aantal die enorm hun best doen om een hele snelle.